Yo. Ja. Deze aanzetten. Deze aanzetten. Deze aanzetten. Zo. Heel mooi, heel mooi. Alright, dan gaan we naar de save games. Oneindig games. Was deze de laatste? Ja, deze was de laatste. Ja, was een nieuwe patch. Dus. Daarom vroeg je dat. Oh, en ik heb de Marry Anyone mod toegevoegd. Dus dat ook. Eerst even kijken, waar waren we ook weer gebleven? We hadden natuurlijk een vampiertjes, skeletjes. Ja, we worden gewoon de beste necromancer slash vampiermannetje die er is. Ondertussen Gorgkamp, die gaan we dus even pakken. Die gaan wij eens even pakken meteen. Oh, en vaak genoeg 7. Want de game wil nog wel eens crashen. Dus. Ja, dan is dat wel zo verstandig. Even kijken, wie gaat wie meenemen. Nou, ik denk dat dit wel prima is. Ja.
Ik weet eigenlijk niet hoe lang dit effect is eigenlijk, dus. Oh, ben ik toch ook traag, man. Morbius be slow, though. Let's go. Ze worden echt geklapt, man. Kijk deze bozo door. Wat hebben ze überhaupt op hun rug? Vette speer of zo? Dat is echt ziek. Ik vind het echt ziek hoe ze al deze models hebben gedaan. Ja, het is gewoon. Ik doe ze het niet na in ieder geval. Ja, ik vind het knap. Het is wel jammer dat in Bannerlord het begin is zo grindy. Zo erg grinden op de centjes. En op. Netjes. Gelukkig hebben we een inkomen nu. Zeg maar een passive income. Ja, daar moeten we wat meer van hebben. En zo. En uiteindelijk de vampiertjes joinen. Dat is natuurlijk wel het doel. Hè. De vampiertjes joinen. Immortal worden, het grootste necromancer skelettenlegertje maken die er is en gewoon de hele empire overnemen, zeg maar. Dat is het doel. Kijk, we hebben deze bot. Dus nu moeten we eerst gewoon heel lokaal de mannetjes hier doodmaken. Oh shit, ik heb op very well geklikt. Wat als ik dit doe? Oh, ze helpen. Ja, dit was de tactiek. Ja, ja. We hebben er één skeleton aan gebonden. Hé, en een vampiermannetje upgrade. Vet ziek. Oké, we kunnen voor deze gaan. Maar we kunnen ook voor de simp. Voor de simproute. Dus de vrouwtjes. Gaan we doen. Gaan we voor de vrouwtjes. De vrouwtjes. Ja, deze mannetjes ga ik gewoon verkopen voor centjes. Kijk, hier is ook niks nieuws. Het valt allemaal te verkopen. Morbius. More bitches. Oh ja, wel even 7 natuurlijk. Oh, is ook een tournament. Maar ja, tournaments hier zijn wel echt vet lastig met al die dode knapen. Bijvoorbeeld die geesten. Hier deze mannetjes. Ja, oké, okay, misschien is deze nog wel omdat hij niet heel veel armor heeft, maar. Voor deze mannen zijn zo sterk. Ik heb echt het idee alsof ze heel veel, gewoon te veel HP hebben. Kijk, we hebben hier een zuster. Een zuster met een dood paardje. Dat is wel dope. En we hebben nog steeds Rudolf. Rudolf, die nog steeds geen naam heeft gekregen van jullie. Het kan nog. We kunnen Rudolf nog een naam geven. Cracked, well made. Nee, cracked, splintered. Van al dat soort troep weggooien. Fine, ja, worn, tethered, buttoned. Sturdy, strapped.
weg. Oh ja, er zijn nog oké, weet je wel. Deze dingetjes die zijn gewoon nog oké. Kijk, wat heb ik liever? Deze of handschoenen? Handschoenen zien er wel meer classy uit. Ja. En je zit met deze man. Die heeft gewoon hetzelfde. Terwijl ik heb niet eens een paard. We gaan voor de Stumpy Horse. En dan hey, deze is trouwens battered en rusty, die moet ook weg. Daar heb ik ook niks aan verroeste troep. Daar hebben we weer wat centjes erbij, niet heel veel of zo. Maar... Het is nu weer sparen. Kijk, ja. Ik heb hier ook allemaal dingen, maar dit is zo duur. Allemaal. Ik moet eerst meer centjes. Bijvoorbeeld hier, ja, join de tournament. Ik kan het wel proberen, maar... ik denk niet dat het me gaat lukken. Oh, waarom is het zo donker? Ik zie hem echt niet heel veel. Oké, ik heb iemand. Wat zien jullie wat? Ik zie namelijk niks. Oh, kut. Oh, ik heb het wel overleefd blijkbaar. Let's fucking go. Oh, dat is eentje dood. Dat is 2 dood. Oh. Woe. Oh, die was heel langzaam. Ah, fuck, ja. Shit, hij blokte hem. Ja, ah, too bad. Oh, wat is er aan de hand met die cape? Oh, de White King? Is dat hoe je het uitspreekt? Ik heb geen idee. I really don't know. Niemand zegt hier ook wat van. Zo. Is wat beter. Ja, hier zijn niet echt de... Oh! Een chaos cultist. Ja, I don't know. Fam. Aan de ene kant, weet je. Is chaos niet een beetje wat ik, waar ik voor wil gaan? Ik bedoel, chaos is niet echt playable volgens mij at the moment. Oh, hier is een quest. Wat heeft deze mine? Ja, brigands. Hier gaan we eens even in elkaar trappen. Waarom is het hier zo donker?
Het is for real veel te donker. Kan ik de gamma aanpassen? Mag dat? Lightning quality, dat is niet wat dat inhoudt, maar. Want dat doe ik high. Ziet het dan beter uit? Walk through the land. Bro, ik zie echt helemaal niks. Medium. Ik terug naar medium. Maar. Kijk. Kijk naast. Oké, ik zie nu wel wat meer, ja, dat is wel duidelijk. Kijk, ik denk dat het sowieso een beetje donker eruit wordt te zien, nou niet fijn, maar. Ah joh, weet je. Doe ik hem gewoon wel weer terug. Of nou, weet je, ik laat hem ook gewoon zo staan. Oei, allemaal reptijs. Reptijs. De NS heeft hem gepakt. Where are the brigands at, though? Oh, ik moet gewoon party skill, oké. Dus basically, jij bent een party. Nee, dat was niet de bedoeling. They need to die. Oh ja, het was net ook donker. Daarom was het misschien donker, omdat het donker was. Hallo Jim. Ja, de day-night cycle is allemaal heel leuk en aardig, maar ik kan zeg maar gewoon weinig tot helemaal niks zien als het donker is. Dat is gewoon jammer. Remaining shaders to compile. Oh ja, natuurlijk, want omdat ik de shaders heb aangepast. Oh, dat ben ik toch ook slim. Dit gaat even 3 jaar duren. Dus ondertussen ga ik dan even naar beneden wat te drinkies pakken. Te drinken pakken. Dus ik doe het toch.
Hey. Oké, ik ben weer terug. Ja, oké, top. Ja, die shaders die had even mijn hele game vast laten lopen. Dus toen ik terugkwam was het nog lang niet klaar met laden. Dus ja, weet je, ik heb de game maar opnieuw opgestart en de laatste server afgepakt. Even kijken of ik die quest nog wel had. Ja, oké. Okay. Oh, jou pakken, bro. En nu wel goed. No justice demands. You pay for your creams. Your cream. Is naar achter. Lekkerder. Commander is mounted. Ja, boeien. Wat is dit dan? Oh, dat ben ik. Oh my god. Nee, gewoon allemaal. Gewoon iedereen. Ik heb niet echt bepaald tactieken nodig of zo. Nee, hè? Ze hebben een makker doodgemaakt. Jammer dit. Ja, dan zou ik wel een Roaming Undead moeten halen. Te compenseren. Ja, Sylvanian mannetjes. Ja, die zijn wel een beetje zwak, man. Dus ik ga me voor de. Hoe heet het? Voor de vampiertjes. En dan de vrouw, het vrouwelijke pad. Even 7. Ja. Ja, dit boeit niet. Dus dat is gewoon iedereen. Zijn er maar 12. Zij zijn met 12, wij zijn met 70. Er is wel een, I guess, een glitch. Dat je zomaar de banner krijgt. Van het land waar je in zit. Dat heb ik met een andere save, heb ik dat ook. Daar ga ik een soort van, ja, Witch Hunter pad. Dat is eigenlijk een beetje tegenovergestelde van dit.
Want hier ga ik juist voor een vette undead, unholy leger. En daar ben ik dat juist tegen aan het gaan. En gewoon de, hoe heet het, chaos en zo vooral tegen. Maar ja, daar is ook elke keer de banner van zeg maar het landje waar je dan aan het vechten bent. Zoals bijvoorbeeld hier. Of hoe heet het? Dit Sylvania of zo. Hoe heet het? Oh god. Poison. Waarom of dat ook damage doet tegen ons? Want anders is het eigenlijk best wel stom van mijn companion om. Om het te gebruiken. Maar als ik het zo zie. En anders, poison zou. Zeg maar, skeletjes niet moeten boeien, right? Gaan we voor de Great Gourd. Gaan we voor de Hell mannetjes. Ik denk dat we wel wat meer Spirit Ghosts kunnen gebruiken, though. Nou, kut, nee. Oh, ik moest ze wel pakken. Fuck. Nou, deze mine is level omhoog. Oké. Increase your charge, increase maneuvering. Doe deze al. Okay, nu nog één party. En wel ben jij. Kom hier. Doe de. Deze ga ik gewoon simuleren. Fuck dat. Nou, ik kan ook gewoon hier. Kijk. Zo doen we dat. Gang needs recruits. Oh, ik kan mensen hier laten. Oké, niet geschat. You need to be in the same location. Oh. Die is sowieso in de keep dan, ja. Ja, dan kan ik hier binnenkomen. Tavern, ransom, prison, north. Olaf, de vampier. Altijd breeds mannetjes. Ja, we moeten sowieso Olaf eerst nog een, hoe heet het, geven. Een naam voordat ik nog een companion ga nemen. Want het is niet per se dat ik hem nodig heb of zo. Ja, dat ik per se een companion nodig heb. Juist, ik moet workshops hebben. Meer workshops. We kunnen vast wel even kijken wat je hier hebt allemaal. Oké, je hebt sheep, je hebt de hog. En je hebt grain. Ik weet niet wat hog is, maar we kunnen sowieso dan wol en een ja hier we kunnen die wool weavery kopen. Niet nu. Zo, deze weg, deze weg.
Deze, deze. Deze, deze. Deze, deze, deze. Kijk, had ik die boekjes nou al gelezen of niet? Oeh, ghost horse? Oh my god. Oh my god, it's a ghost horse. Het ziet er niet uit, man. Oh, ghost horse mag niet. Mag geen zadel op doen. Why not? Why not put zadel? Is this for bullshit? Een speciaal zadel, je ghost harnas. Heel mooi hoor, heel mooi. Deze is allemaal ziek duur. Oeh, een demigriff. Dat zijn wel sicke beesten hoor. Oh, ik zit in mijn inventory, joh. Wat ik aan het kopen was. Ik zag al van, hey yo, waarom is dat niet bij hoeveel het kost? Oh ja, ik weet al waarom ik in mijn inventory zat. Ik ging natuurlijk kijken of ik die boekjes al had gelezen. It seems that there is nothing more to gain. Ja. Yeah. Kan ik in principe die boeken verkopen. Maar aan de andere kant. Ik ga niet onthouden. Of ik deze boeken al heb gelezen of niet. Dus ik ga ze houden. En alleen als het echt niet anders kan. Dan verkoop ik ze. We zitten trouwens met de Renown. Ja, we moeten dus clan tier 2 zijn voordat wij naar de vampiermannetjes kunnen gaan en zeggen, Eyo, we willen erbij horen, zeg maar. Dat duurt nog even. Dat wordt, oh. Oké, okay, waar ben ik nog niet echt geweest qua dorpjes? Oh, ik zie, ja. Eens even kijken wat de quest is. Train troops. Ja, dat is kut, want ik heb daar dus eigenlijk geen ruimte voor, man. Ja, zie je. Dus. Too flipping bad, man. Too bad. Dus ook winter.
Oh, dat waren die. Okay. Ik dacht al misschien nieuwe units, maar nee. Meen je niet? Ze zijn gewoon een 5 gesneuveld. Godverdomme. Maar kan ik in principe nu alweer terug gaan. Even kijken of dan wel genoeg is. Jeetje, man. Nog steeds niet genoeg. Deze doet me kunnen. Hoppatee. Oh. Ja, die prisoners van mij, die willen gewoon. Die willen erbij horen, maar nee. Nee, hier gaan we niet doen. Zo, kijken, nee. Gaat de hele goede kant op. Ah shit, die wilde ik net helpen. Oh, kijk, hier hebben we makkers. Drie dood. Too bad, too bad. Ja, sorry, het is gewoon een beetje grindy op het moment. Het is een beetje, ja. Ben je niet echt heel veel bijzondere shit aan het doen of zo? Hier, rusty, rusty, rusty. The King. Tethered, Thorn. Troep, weg. Paté. Zo de mieteren. Die shit is wel dope. Maar het is best wel prijzig. Ik ben namelijk gewoon aan het sparen. Ik ben aan het sparen voor die shit. Voor die wolweef gebeuren. Kijk. Zo gewoon kijk hier. Deze doet het helemaal niet zo goed. Hij doet het eigenlijk best wel slecht, zelfs. Ik moet ondertussen ook gewoon een beetje kijken naar vampieren. Jeetje, veel outlaws hier, oh. Nou, deze ga ik wel even simuleren. Ja, weet je, valt ook sowieso niet heel veel te doen of zo, maar.
Oh jeetje, man. Dat gaat wel grap. Nou, dat ging ook pittig snel, jongens. Lekker bezig. Empire Villager. Ik bedoel een sergeant of een greatsword. Of een Empire Huntsman. Empire, ik vind het wel echt. Die armor shit is wel funny. Ja, we gaan. We gaan die Empire knaapjes maar gebruiken voor enigszins ranged. Dat heb ik niet. Ik heb gewoon geen range. Ja, dat heb je ook niet echt met basically swarm units, want dat is meestal wat undead is. Ze zijn heel goedkoop, heel weinig. Maar ze doen het. Nee joh, die wilde ik doodmaken. Oh, is het druk? Druk, druk, druk. Even kijken. Artisans can sell. Kijk ook maar even. Even verkopen. We komen er wel langzamerhand. We zitten met, ja. Gaat ook ontiegelijk langzaam, natuurlijk. Ja, de quests. Er zijn ook gewoon niet zo heel veel quests. Quests te doen. Ja, heel naar dit. Oh. Dan hebben we weer wat makkers. Of hideouts. En ook geen hideouts of zo. Jezus, zijn we de 8 kwijt? Is dit niet normaal, joh? Doe niet normaal. Oh shit, ik moet hydrateren. Hydrateren en postuurcheck. Wat is het beste drinken wat je kan hebben? Water. Drink gewoon je water. Ja, ja. Oh, ik heb een mailtje van de school. Goeie zaak. Nou. Ik ga naar Eres Hogeschool, zie ik al. Goeie zaak, ik heb de mail binnen. Oh, nou, oké. Je zit zelf niet eens in de Discord, man. What the fuck? Ik ben wel een beetje matig, dit. Zit je er zelf niet eens in? Het is... Gast, dat is een verkeerde Discord-systeem.
Oh, welke Discord-systemen dan? Nee, ik zat met Donald en Karsten, maar. Nou, maar het. Nee. In de shrimp. Ja. Ja. Van daarheen dan? Nee. Ik ben daar niet. Nee, nou hoeft het al niet meer. Is goed. Ja, nee, ik heb zojuist een mailtje van Iris binnen, dus Ik hoorde het. ik ga dat zomaar even doen of zo vanavond. Ik is. Ja. Ja, verveel me vandaag echt de tering, is echt niet normaal. Nice. Het enige wat ik gedaan heb vandaag is naar gemeentehuis gegaan. Dit zit. Voor de rest heb ik eigenlijk alleen maar in mijn dierenboekje gekeken. Dat is het. Wilfred zijn ander was vandaag weer keihard boos. Oh god, op zijn mattie. Nee, op iedereen. We waren met dat kaarten maken bezig en iemand had per ongeluk, ik weet het niet wie, of expres, een zo'n gedeelde map verwijderd waar al ons werk van de hele klas in stond en dat was allemaal weg. Wat? Dus Wilfred dat werd echt tering boos. En toen ging hij zo door de klas schreeuwen: stop, stop, stop! We gaan allemaal stoppen met ArcGIS Pro. En toen, dus ik dacht echt zo, what the fuck, oh, wat zit hij nou weer te schreeuwen? En toen iemand heeft, ik weet niet hoe dat heette, maar dat was een of andere speciale map, heeft dat verwijderd. En nu is al het werk weg. Oei. Degene die dit gedaan, maar hij was echt helemaal over de rooie, hij had echt helemaal een rood hoofdje. Wist niet eens dat het kon. En toen Oh. zei hij keihard van, ja, als ik erachter kom wie dit heeft gedaan, zorg ik ervoor dat je van de studie afgaat en er nooit meer op komt. Gaas, alsof het niet per ongeluk kan, weet je wel. Iemand heeft dit expres omdat hij mij niet mag verwijderen. Ja, echt zo klonkie. Maar helemaal dreigen met dat je met je van de studie af mikken en dat soort dingen vind ik wel een beetje slap. Echt zo. Gast, jij gaat toch met pensioen, man. Is dat het laatste wat je Ja. wil doen? Echt zo. En toen zei hij ook nog: waar is het moraal voor je medestudenten? Vond ik wel grappig. Maar nu moet hij alles opnieuw doen of zo? Nee, ik heb het thuis op mijn computer staan, maar die bozo's van mijn klas die niet. Maar hij had het, die andere docent had het weer teruggehaald trouwens. Legend. Alles is verwijderd. Ik Alles is verwijderd. kijk gewoon alleen niet in de, in het prullenbakje. Nou, volgens mij stond het inderdaad nog in de prullenbak. Jeetje, man. Dat had ik dan wel expres wel verwijderd, weet je. Dan is het zo van, meneer Wilfred. Het zit hier gewoon nog in de Meneer vuilnisbak. Wilfred. Meneer Wilfred, het zit nog in de vuilnisbak. Oh! Geweldig! Of zo, weet ik veel wat hij dan zou zeggen. Ah, Bibbelbiebam. Ah, Bibbelbiebam. En dan is het zo van: meneer, hier staat of ik de vuilnisbak wil legen. En dan doe je net, weet je wel. En toen, maar hij werd nog gestresst, want iedereen zei: ah, oh, ik maak wel even een nieuwe map dan. En toen: nee, geen nieuwe map maken, geen nieuwe map maken. Hoezo niet? En Geen idee. als je geen oude, ja, het oude weg Dan word is. je gehackt. Als je een nieuwe map maakt, dan word je gehackt. Krijg je Maar spam. is het sowieso niet dat je die map maakt voor, weet ik veel, voor iets, voor bedrijf of zo? Wat? Nee. Want dat heb je toch gezegd dat jij vet shit moest doen voor. Ja, maar dat is zeg maar de ArcGIS lessen niet. Oh. Dat moet ik voor een ander project daarnaast doen. Oh, dus eigenlijk boeit het helemaal niet. Nee. Het is eigenlijk gewoon oefenen. Ja. Dus als alles weg is, maakt het toch niet uit, want je gaat er toch niks meer Nee, mee want ik doen. snapte ook niet waarom hij zo lijp werd. Dat was wel grappig op zich. Maar ja, niet goed voor zijn hart. Nee, zal er wat zijn. Dan wil je eigenlijk met pensioen gaan, en dan ga je eerder de pijp uit. Zo jammer. Zo jammer. Ja. Ik zag ook dat Thijs genaaid was door de NS. Hoezo? Ja, weet niet. Hij zei iets met een trein of zo.
En dat hij niet meer naar stage kon. Dus dan moest hij weer naar huis. Ik snapte hem er eigenlijk niet. Maar ik zeg gewoon... Ik ben ook genaaid vandaag. Ik zeg gewoon rip. Ik werd 2 keer genaaid. Eerst op de heenweg en op de terugweg. Op de heenweg miste ik bijna mijn overstap omdat die buschauffeur niet kan rijden. En naar huis toe, omdat er ineens 10 minuten vertraging was, moest ik een half uur wachten in Horen. Ik was echt net op... Ik zag zeg maar mijn bus wegrijden. Jij bent de lul. Jij was de lul. Ja, dat komt en allemaal... En toen zat ik eigenlijk in die Kaulo bus. Ja. Rent ineens die buschauffeur de bus uit. Zie ik hem 2 keer langs rennen, langs de bus. Zat hij ineens in een andere bus te rijden? Oh, nou, zat hij in de verkeerde bus? Nee, van daarna kwam hij terugrennen. Wat? Nou, dat was echt vaag. Ken de hurk. Nou, ik zou Wilfred de schuld geven als ik jou was. God, I hate Wilfred. Oh. Nee, is niet waar. Nee. Ik vind Wilfred op zich wel grappig. Ik heb hem morgen weer. Als haat de Wilfred, voordat de Wilfred jou haat oprecht. Ja, best wel. Wordt Wilfred's mattie voordat jij Wilfred's mattie wordt? Voordat Wilfred je je mattie noemt, dan heb je het echt goed gefokt. Ja, waar is mijn mattie? Hij vroeg het vandaag weer, hè. Waar is Noah? Waar is Noah? Mijn mattie. Noah was degene die alle Arkis mat heeft verwijderd. Ja, het zou wel echt een epische poets zijn. Zowel wie heeft het verwijderd? Je mattie. Sowieso je mattie. Nee, ik denk dat als iemand had gezegd zoveel jaren was ik. En dat was ook echt zo. Ja. Nou, dan dat Wilfred hem denk ik wel gewoon geslagen. Ik denk oprecht dat Wilfred dan zijn handjes ging gebruiken. Zo boos dat hij was. Echt niet, maar ik heb nog nooit iemand zo boos om zoiets kleins gezien. Ik wilde wat zeggen, maar ik dacht, laat ik wel maar niet op stream zeggen. Wat? Ja, ik wilde wat zeggen, maar dat ga ik me niet op stream doen. Nou. Oh. Vooral een moment. Wat? Ja. Dacht ik al. Ja. Hey, op Kenbeur. Cancel me maar. Dat is best wel cancer, man. Dus als er iemand is die mij cancelt, dan wordt het Danique wel, denk ik. Want... Trendsvrouw... Ik cancel haar al, wat zegt ze allemaal? Nee. Trendsvrouwen zijn ook vrouwen, jongens. Nee, dat is wel zo. Heel controversieel. Nou, ja. Ja. Anders noem je het toch geen vrouwen? Zeg dan transman. Oké, transfemale. Oh nee, dat is trouwens een rode vlag, hè. Als je vrouwen females noemt. Oké. Ja. Ik ben één lopende... Red flag. Dus. Eerlijk. Nee. Bij allebei. Nee, dat noem je niet. Dat noem je niet een rode vlag. Dat noem je gewoon beest. Oh ja. Ja, we zijn ook weer dat Liam beest is. Ja, maar Liam is racistisch, onironisch. Nee, hij is gewoon beest. Biebop. Geen biebop, biebop. Bibab. Dus ik zit mijn potje Hearthstone toch royaal op te fucken. Oh ja, ja, dat wil ik eigenlijk ook spelen. Zo dus zeg jij dat jij je potje klaar is, dan potje klaar. Dan kom ik eraan. Moet je lekker doen, jongen. Ja, maar dan moet je wel zeggen wanneer die klaar is, want dan kan ik daarop anticiperen. Nee, doe ik niet. Dan zie je het verkeer. Het verkeer moet je anticiperen. Anticiperen op de weg. Normaal niet. In het verkeer moet je borrie roken en kinderen aanrijden. Ja, je hebt het hier voor het eerst. Jongens, we hebben het hier voor het eerst gehoord. Dat is wat ik al van. Als het een trend wordt. You've heard it first here. Yes. Nieuwe TikTok trend. Borrie roken. Borrie roken. Borrie roken. Ja. Yeah. Buddy, prima.
Bang, bang. Jij moet mij niet schreeuwen. Milan op de tafel. Wie is Milan en waarom zit hij op de tafel? De units zijn eng, man. Deze mod die geeft mij nog niks. Geef mij genoen. Nee, dat is alleen Habiba. En dan mag je zelf kiezen met of zonder boef. Ik zit met de clan tier nog steeds niet. Morbius is nog steeds fucking baddie. Is Morbius een baddie? Ja. I know. Van wat Thijs stuurde van die ene dansscène. Ja, ik kan nog steeds niet geloven met wat er echt in zit. Gast, wat is dat? Ja. Dus Morbius is zo raar. Morbius is gewoon de film. Het is gewoon een film. Misschien wel een van de films, ja. Ja. We zeiden het ook bij de laatste les Engels. This may be the lesson. The lesson of the lessons. Maybe it is the lesson. Maybe this is one of those lessons. Lessons, ja. Van de film. En dat vond ze niet leuk. Morbius is gewoon film. Oneindig film. Maar geen film. Maar geen film. Ja. Oneindig bacon. Oneindig veel beest. Maar geen game. Quandil Dingle hier. Quandil Dingle, Ree. Ik vind dat zo kut. Die Yannick uit mijn klas kan dat fucking goed. Die met dat vriendje. Ja. Kiki gelooft in het. Liam gelooft in het. Kiki bijna. Oh jongens. En toen zei Yannick, nee, het is gewoon, ik heb gewoon een vriendin. Toen zei Liam, nou ben ik verward. Wat een gast is. Oké, Liam, dankjewel. Zeg maar, nu snap ik het niet. Nu ben ik verward, zeg maar. Ze zei, ja, het is niet zo moeilijk hoor. Ik heb gewoon een vriendje in een rolstoel. Waarom een gedeelte met de... Zeggen, Jan, ik vind het niet super leuk. Oh, goed. Okay. Nee, bij deze, het is allemaal ironisch bedoeld, dus... Het is allemaal een grapje. Het is allemaal satirisch, of zo. Het is allemaal satire. Het is allemaal fatu-kill. Ja. Dus dan mag het. Ja. Ik moet me niet schreeuwen. De satirische streamer. En dan gewoon. Satirisch piemel. En dan gewoon onironisch racistisch zijn. Ja, nee, je kan gewoon racistisch zijn als je maar gewoon die oude mannen emoji neerzet. Ja. Dan mag het. Nee, dat is alsnog racistisch. Je snapt het niet. Nee, maar ironisch is het dan. Ik ben ook ironisch racistisch. Ik ben ironisch... Ree! Ja. Fucking Mogol. What's up, guys? Cornel Dino hier. Gewoon in mijn laatste... Hoe heet dit video? Mijn laatste race video is dat ook hoe de video eindigt. Hey, what's up, guys? It's Cornel Dino hier. Mouw. Ja. Enge clickbait. Maar het is wel echt zo. Dat vind ik grappig. Ik moet hem nog even kijken. Ik vind die racevideo's wel leuk. Ja, ik weet niet. Ik ben er zelf niet heel tevreden mee. Maar ik weet niet hoe ik het beter kan doen. Maar ja, weet je, er zijn ook geen... Beter worden in het spel. Nee, het gaat om... Ja, dat niet, dat snap ik wel. Maar gewoon de layout van het maken van de video. Want of ik goed ben of niet, dat maakt eigenlijk niet eens uit. Want het gaat om de content. Dus het is gewoon hoe de layout van de
van de video is, weet je wel. Zeg maar, moet, ja. moet het commentaar meer zijn als op tv, of moet het meer uit perspectief gewoon van mij, dat ik een soort nabesprekingen van maak? Of weet je, dat soort shit. Gewoon, hoe moet ik het doen? Maar ja, het wordt niet bekeken en geen comments eronder. Dus ja, dan kan ik er ook niet van. Nee, had je ook niet klaar. Dan heb ik er niet. Ja, dat is niet per se dat ik er niks aan heb. Maar dan moet ik mezelf kritiek gaan geven. Dat is, heeft ook maar. Dat kan toch ook nee, maar goed, tot zover. Ja, maar dat is. Dat gaat ook maar zo ver, weet je wel. Dat is niet. Ja, oké. Okay. Dus alles is, alle kritiek is welkom. Ik bedoel, we moeten meer Akumulala en Sovesta in dan doen. Meer Quandel Dingles. Meer Quandel Dingles is altijd goed. Meer Quandel Dingles. Wil je even opschieten? Hm? Even opschieten op Hearthstone. Oh, ben je klaar? Ja. Oké, dan moet ik even 7. Zo, 7 en dan hartelijk. Wacht even, dan moet ik wel even de knopje vinden. Zo. Nou, dankjewel voor het kijken naar deze stream. En vond je dit nou een hele leuke stream? Dan oneindig follow. Oneindig follow. En oneindig veel abonneer. Quandel Dingle in de allerlaatste race video kijken en. Ja. En stuur foodfoto's naar mij. Stuur foodfoto's naar Martijn. Wil je in contact komen met Martijn? Dan ga je naar mijn Instagram. Dan volg je mij op Instagram. En als je mij op Instagram volgt, dan kan je kijken wie mij allemaal volgt. En dan moet je gewoon Martijn opzoeken. En dan moet je naar hem toe. Dan stuur je hem een DM van je voeten. Of een linkje van Feedfinder ofzo. Oh ja, en vergeet niet, evalueer naar Krap.